In Breda is een oude man van 83 bijna thuis. Maar net voordat hij naar binnen kan gaan, wordt hij hard onderuit gehaald en beroofd. Hij was net naar de bank geweest en had behoorlijk wat spaargeld opgenomen. Ja, dit is inmiddels alweer even geleden, donderdagmiddag 26 augustus vorig jaar. De man die werd beroofd in de Braschaatstraat. Maar Peter, na die beroving, vlak daarna, toen hebben jullie toch al iemand aangehouden? Ja, daar is toen meteen een sms-alert uitgegaan, omdat we een goed signalement hadden van de verdachte. En we konden diezelfde dag ook al iemand aanhouden, ja. Maar die dader die was niet alleen, die was met iemand anders. Nee, daar lijkt het ook heel sterk op. En we hebben ook aanwijzingen dat er nog een ander betrokken is bij deze beroving. Laten we maar eens naar de beelden kijken, want we zien dan een jongen lopen met een petje op. Bellend komt hij aanlopen en we denken dat hij op dat moment met zijn maatje in de bank belt. Die hem waarschuwt dat de oude man vertrokken is. En daar gaat deze jongen met het petje dan ook achteraan. Dus dit slachtoffer is in de gaten gehouden? Ja, dat begon al in de bank aan de Groene Dijk daar in Breda. Daar werd ons slachtoffer al in de gaten gehouden. We denken dat hij, degene die hem dus in de gaten hield, zijn maatje heeft gebeld vanuit de bank. En vervolgens wordt de oude man beroofd in de Braschaatstraat. Ook al is het al een jaar geleden, deze jongen wordt dus nog steeds gezocht. Dus heeft u tips, bel dan.